We staan bij het Centraal Station in Leiden en we gaan de Leidenaren vragen hoe ze oud en nieuw gaan vieren dit jaar met alle coronamaatregelen. Ik ga dus met een paar vrienden zo meteen naar een huisje toe. Daarom ben ik nu op het station en dan gaan we het met z'n vijf eigenlijk gewoon vieren. Dus niet heel veel geks eigenlijk. Heel klein. Met twee of drie vrienden. Je kan ook niet echt heel veel meer. Ja, ik ga gewoon thuis. Ja, dus, ik ga wel gewoon met vrienden, maar ja, niet heel uitgebreid, want het kan door corona niet. Maar ik ga het wel zo uitgebreid mogelijk proberen te vieren. Het is nog een beetje onbekend. Ik ben heel veel bezig in de horeca momenteel. Dus we zijn daar een beetje mee bezig. Dus een beetje met stamgasten. Toch hun nog een beetje laten zien van we zijn open. En kom gezellig bij de nieuwjaarsreceptie nog even langs. En op afstand. En dan doen we het op zo'n manier. Dus waarschijnlijk heel rustig. Is het anders dan andere jaren? Ja, sowieso wel. Je hebt natuurlijk vaak dat je gewoon naar een feestje toe gaat of zo. En nu moet je het toch een beetje anders inrichten. En je kan niet echt uitgaan of zo. Maar het, is ook wel, het zal sowieso wel leuk worden. Nou ja, vorig jaar was het al hetzelfde als dit jaar. Ook ongeveer dezelfde maatregelen. Dus hetzelfde beleid ook qua wat we gaan doen. Ja, dat wel. Ja, ja sowieso. Door corona. Ja, ik vind het echt kut. Ja, sorry, maar ja, weet je, je moet er maar gewoon mee leven. Dus ja, maar natuurlijk, het is anders. Want je kan niet zo'n groot feest geven of zo als je normaal doet. Ja. Dus ja. Ja, hetzelfde. Ja, gewoon anders. Vorig jaar ook al natuurlijk. Dit jaar zal het waarschijnlijk weinig veranderen. Dus, maar met het vooruitzicht dat 2022 hopelijk wel een stukje beter gaat.